Het is zo ontzettend spannend en leuk als je merkt dat de bevalling is begonnen en dat je begonnen bent aan het avontuur om jouw kindje te ontmoeten. Maar soms kan het zijn dat de bevalling lijkt te beginnen en dan weer stopt. En dan weer start en dan weer stopt. En dit kan heel erg vermoeiend en frustrerend zijn wanneer jij aan het einde van je zwangerschap bent. En je natuurlijk niet kan wachten om jouw kindje te ontmoeten. Dus in deze video gaan we het hebben over de verschillende redenen waarom een bevalling soms begint, maar dan ook weer stopt. En wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat je bevalling blijft vorderen. Ik ben Fleuny, ik ben geboortedoula in de omgeving Utrecht en het is mijn passie om alles te weten en te vertellen over de zwangerschap, bevalling en de postpartum periode. Ben jij nou ook geïnteresseerd in deze onderwerpen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal, want ik upload wekelijks nieuwe video's en zo hoef je mijn toekomstige video's niet te missen. Voor het eerst gaan bevallen is een heel nieuw en onbekend terrein dat je gaat betreden. En zelfs wanneer je al eerder bent bevallen, dan kan het nog steeds zo voelen, want iedere bevalling is anders. Dus aan het einde van deze video zul jij de informatie en tools hebben die jij nodig hebt om te weten of jouw bevalling is begonnen en wat jij kunt doen aan die start- en stopweeën. Voordat we beginnen wil ik het met je hebben over het verschil tussen oefenweeën en een bevalling die begint, maar vervolgens ook weer stopt. Oefenweeën zijn ook een manier van je lichaam en vooral van je baarmoeder om te oefenen met het maken van weeën. Oefenweeën worden ook wel beschreven als harde buiken en vrouwen kunnen al harde buiken krijgen vroeg in hun zwangerschap. Harde buiken kunnen aanvoelen als het verkrampen van je buik, maar zullen niet krachtiger worden of frequent achter elkaar komen. Harde buiken zijn geheel onschuldig, ondanks dat ze misschien ongemakkelijk kunnen aanvoelen. Maar eigenlijk is het een heel mooi proces, waarbij je lichaam alvast aan het oefenen is en zich aan het voorbereiden is op de bevalling. Echte weeën, wanneer de bevalling echt is begonnen, kunnen in het begin hetzelfde aanvoelen als harde buiken, maar echte weeën worden sterker en nemen daarna in kracht toe. Daarnaast komen echte weeën steeds sneller en sterker achter elkaar. Dus een harde buik is een verkramping van de baarmoeder, maar een echte wee voelt aan als een kramp die je misschien wel herkent van je menstruatie, die sterker wordt en krachtiger wordt in de loop van de wee en vervolgens weer afneemt en weeën worden steeds krachtiger in de loop van de bevalling. En waarbij harde buiken soms om de zoveel minuten komen en daarna weer een uur later komen, komen weeën om de zoveel minuten weer terug. Ze zijn dus frequent te timen. Soms is dat om de 20 minuten en vervolgens komen we steeds sneller achter elkaar terug. Wanneer jij door hebt dat je geen harde buik hebt, maar daadwerkelijke weeën en je bevalling dus is begonnen, dan is het voor veel vrouwen een heel spannend en opwindend moment, want je bevalling is eindelijk begonnen en als je weeën vervolgens steeds minder vaak komen, ze worden steeds minder krachtig en ze blijven soms zelfs voor uren weg, dan is dit vaak een hele grote teleurstelling. Een van de redenen hiervoor kan zijn vermoeidheid. Wanneer jij moe bent en je lichaam en brein zijn moe, dan is het voor je lichaam moeilijker om de bevalling op gang te houden en zelfs door te zetten. Een van de beste dingen die jij op dat moment kunt doen is om echt goed te rusten. Als het voor jou onmogelijk is om uit jezelf in slaap te vallen omdat je pijn hebt of andere ongemakken ervaart, dan is het verstandig om met jouw zorgverlener hierover te praten om te zien wat de opties voor jou zijn om goed uit te kunnen rusten. Een bevalling vraagt enorm veel energie van je lichaam en dus zal je lichaam ook aanvoelen dat wanneer jij al laag in je energieniveau zit, dat het misschien niet het beste moment is om te bevallen. Je lichaam wacht dan op een beter moment wanneer het de energie kan krijgen die het nodig heeft voor de bevalling. Het gebeurt heel vaak dat wanneer een vrouw na een goede nachtrust weer met hernieuwde energie opstaat, de bevalling uit zichzelf weer op gang komt en dit keer wel door zal zetten doordat het eindelijk de energie heeft die het nodig had om te kunnen bevallen. Een andere reden voor het starten en vervolgens weer stoppen van de bevalling is dat de moeder niet voldoende eet en drinkt. Een bevalling is hard werken en als je lichaam niet voedt met de juiste brandstoffen, dan zal het voor je lichaam moeilijk zijn om de bevalling te vorderen. Je lichaam heeft brandstof nodig om te kunnen bevallen en juist die goede voedingsstoffen zijn zo essentieel en zo belangrijk voor je lichaam om te kunnen bevallen. Door regelmatig goed en voedzaam te eten en genoeg te drinken, kan jij je lichaam voorzien van voldoende brandstof om je lichaam te ondersteunen tijdens de bevalling, die heel veel energie vraagt.
Tijdens de bevalling worden vrouwen heel intuïtief in hoeveel ze moeten eten en drinken. En over het algemeen zullen vrouwen steeds minder gaan eten wanneer de bevalling vordert en de weeën steeds krachtiger en sneller achter elkaar komen. Vaak zullen ze dan alleen behoefte hebben aan een paar hapjes om wat extra suiker en energie binnen te krijgen die ze nodig hebben. Als je meer informatie wilt over welke voeding belangrijk is tijdens de bevalling, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Want binnenkort zal ik hierover een video maken en dan weet je zeker dat je die video niet zult missen. De derde reden waarom een bevalling kan stoppen is de mindset van de vrouw. Je brein is zo'n belangrijk onderdeel van de bevalling en je brein kan jij tijdens je bevalling gebruiken om je te helpen tijdens de bevalling, maar je brein kan ook tegen je werken. Veel mensen zijn vaak niet bewust van de gedachten die ze hebben gedurende de dag en daarom zijn we vaak niet eens bewust van hoe je brein in je voordeel kan helpen of juist tegen kan werken. De bevalling begint in de hersenen en om een bevalling te kunnen beginnen moet je brein je lichaam vertellen dat je veilig, vertrouwd en in controle bent, zodat je lichaam het signaal krijgt dat de bevalling kan beginnen en ook kan voortzetten. Je omgeving, je gedachten, je gevoelens, de mensen die jij om je heen hebt, de geuren en de geluiden, alles heeft een invloed op je mindset. Zolang jij je niet veilig voelt of je hebt negatieve gedachten over de bevalling, omdat je bang bent voor wat er komen gaat of omdat je niet op een plek bent waar jij je veilig en comfortabel voelt, al deze dingen hebben invloed op je mindset en dus je hersenen. En zolang je hersenen het signaal krijgen dat de omstandigheden niet optimaal zijn om te bevallen, zal je brein terughoudend zijn en met de vorderingen van de bevalling. Het is belangrijk voor jou om je in een omgeving te zijn waarin jij je veilig en op je gemak voelt, zodat je hersenen het signaal krijgen dat het veilig is om te gaan bevallen. Voor een vrouw is het belangrijk om je ondersteund te voelen door je geboorteteam. Een vrouw heeft stilte nodig, donkerte, veiligheid om goed te kunnen bevallen. Ik praat over alle 5 elementen die voor een vrouw belangrijk zijn tijdens de bevalling in deze video die ik hierboven zal linken. Bekijk hem zeker even na deze video, want hierin leer ik je alles over de elementen die belangrijk zijn om een bevalling te vorderen en ervoor te zorgen dat een vrouw zich veilig en op haar gemak voelt, waardoor ze makkelijker en natuurlijker kan baren. Een andere reden waarom een bevalling begint en opeens lijkt te stoppen, kan zijn dat de baby niet in de optimale positie ligt. Dit kan betekenen dat het hoofdje van de baby niet op de meest optimale manier op de baarmoedermond ligt en drukt, waardoor er geen optimale druk ontstaat en ervoor zorgt dat de ontsluiting kan vorderen. Vaak zie je dat bij een bevalling die start en stopt wanneer baby in de voorhoofdligging ligt. Bij een voorhoofdligging ligt de achterkant van het hoofdje van de baby tegen de rug van de moeder in plaats van de meest optimale positie waarbij het achterhoofd van de baby tegen de voorkant van de moeder ligt. In deze houding, in de voorhoofdligging, is het voor een baby veel moeilijker om door de bekken heen te navigeren. Voornamelijk langs dit grote bot hier moet ze kunnen komen om in te dalen en gelijkmatige druk te kunnen geven op de baarmoedermond. Dus hoe weet je of je baby in een voorhoofdligging ligt? Je kan je zorgverlener vragen of ze een echo willen doen om te kijken of zij kunnen zien in welke positie je baby ligt. En dan wil je meer antwoord hebben als dat je baby naar beneden ligt. Want een baby dat met het hoofdje naar beneden ligt, dat kan met het hoofdje naar voren liggen, zijwaarts liggen of naar achter liggen. Dus je wil meer informatie als dat. Je kunt ook vragen of je zorgverlener een inwendig onderzoek wilt doen. En op die manier kan zij voelen aan de schedel van de baby en inschatten in welke richting het hoofdje wijst. De laatste manier om de positie van de baby te bepalen is door zelf te voelen. En je kunt dit doen door eerst te voelen naar de rug van de baby. Dat is het wat hardere gedeelte. En dan vervolgens te voelen naar de schopjes die je voelt en de flarden die je voelt van de handjes. Zo kun je een beetje navigeren in welke richting je baby ligt. Dus op het moment dat je baby met het hoofdje naar jouw rug toe ligt, wat dus de optimale positie ligt, dan voel je de schopjes een beetje in je zij, een beetje achter je ribbenkast.
Als je babytje nou dus met het hoofdje naar voren ligt, dan voel je en zie je de schopjes vaak gewoon voor op je buik. In deze video wil ik niet te veel tijd besteden aan het navigeren van je buik om te achterhalen in welke positie je baby ligt. Maar ik zal hieronder in de beschrijvingen een link achterlaten van de Spinning Babies website, waarin je alles kunt lezen over de belly mapping, zodat jij kunt achterhalen in welke positie je baby ligt. Om je baby in de optimale positie te krijgen, is beweging een van je belangrijkste tools. Er zijn een paar houdingen die je heel erg kunnen helpen. En de eerste is om een geboortebal heen te leunen. Om de baby te helpen te draaien is het heel handig om de zwaartekracht te gebruiken en meer ruimte te creëren voor je baby. En door voorover te leunen op een geboortebal creëer je extra ruimte en zorg je ervoor dat de zwaartekracht je baby helpt de juiste draai te vinden. Vooroverleunen met je billen in de lucht en je schouders op de grond kan er ook voor zorgen dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor je baby. Probeer deze houding aan te nemen tijdens een wee en als dat niet lukt omdat je weeën niet regelmatig komen of geheel zijn afgenomen, probeer deze houding dan een paar minuten vol te houden en elke 15 minuten te herhalen. Een andere goede houding kan zijn door op je zij te liggen en je bovenste been over je lichaam heen te laten vallen. Dus in plaats van op je zij te liggen met je benen op elkaar, ga je op je zij liggen met een been over de andere heen. In deze houding wil je gaan liggen op de zijkant, dat de tegenovergestelde kant is van waar je baby ligt. Dus je wilt ervoor zorgen dat wanneer je rug van je baby aan de rechterkant ligt, dat jij op je linkerkant gaat liggen. Een handige manier om dit te onthouden is dat het ruggetje van je baby naar het plafond moet wijzen. Hierdoor helpt de zwaartekracht je baby om te draaien. Ik adviseer je om alvast al deze tips op te schrijven, zodat wanneer je tijdens je bevalling op dit probleem stuit, je alleen deze tips erbij kunt pakken en er daardoor heen te lezen, zodat je niet tijdens je bevalling opnieuw op zoek moet gaan naar tips en informatie. Als jij op dit moment te maken hebt met start- en stopweeën, dan wil ik je alleen maar aanmoedigen. Jij kunt dit en ik weet zeker dat deze tips jou gaan helpen. Neem even diep adem, zorg ervoor dat je de rust krijgt en probeer de tips uit deze video uit, zoals ik ze met jou heb besproken. Jij gaat heel snel je baby ontmoeten. Of je nu zwanger bent of midden in je bevalling zit wanneer je deze video kijkt, ik hoop dat jij je geïnformeerd en gemotiveerd voelt door deze video. Vergeet deze video niet een like te geven en een te delen met een vriendin of een familielid. En ik zie je heel erg graag terug in een van mijn volgende video's. Bye!